En nu de weersverwachting, die geldt tot en met morgen 5 augustus. Aan het begin van de avond zullen er nog enkele geïsoleerde onweersbuien voorkomen in geheel Suriname. Naarmate de avond vordert, zullen de buien geleidelijk afnemen. Tijdens de avond en nachtelijke uren zal het overwegend droog zijn, maar in het noordwesten van het land is er kans op enkele lokale geïsoleerde buien. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgen 5 augustus zal het gedurende de dag lokaal tijdelijk bewolkt zijn met voornamelijk zonnige perioden. In de middaguren is er kans op enkele geïsoleerde, lichte tot soms matige buien die gepaard gaan met onweer en of weerstoten. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 5 augustus de maximale temperatuur naar verwachting zal variëren tussen de 33 en 35 graden. En tijdens de late middag is er kans op enkele kortstondige onweersbuien.